Ja, dat is er één. Hij loopt daar gras te vreten. Eindelijk ziet Gert-Jan Spek van Faunabeheer een zwijn. Vanaf de vroege ochtend speurde hij hier de vlakte op de Veluwe af naar de beesten. Er zijn er in ieder geval ruim 5000. En dat is meer dan vorig jaar. We vragen dus ook de jagers. Juli, augustus optimaal te benutten om daar een lage dichtheid te creëren. Om ze daar neer te schieten? Ja. Tot verdriet van de toeristen. Er gaat niks boven wat je dus echt in de vrije natuur ziet. Maar de zwijnen veroorzaken steeds meer aanrijdingen met auto's. Dat is ten opzichte van de mei en juni al verdubbeld. Maar ook de druk op de omgeving waar mensen wonen. Zoals vorig jaar in Ermelo, waar de zwijnen huis hielden in containers en tuinen. Daar juichen ze het afschieten van de zwijnen toe. Als er vuil bent, moeten ze gewoon afknallen. Ik vind het prima. Wordt veel te veel vernield. Het komen de tuinen in. En als er veel te veel zijn, dat is niet normaal. Maar we kunnen veel dichterbij. 4000 zwijnen moeten er afgeschoten worden. Maar waarschijnlijk wordt dat enorme aantal niet gehaald. Dus de verwachting is dat de stand verder gaat stijgen. Ja. En dan volgend jaar? Dan hebben we nog meer wilde zwijnen.